Afgelopen seizoen namen de spelers van Jong Ajax plaats in deze oranje zitzak. Aan de hand van een aantal dilemma's leerde ik ze wat beter kennen, maar er was ook een echte competitie, namelijk die van het zitzakwerpen. Zo! Dat is toch aardig? Gelukkig doe ik aan voetbal. Niet smokkelen! Bij sommigen ging het gooien fantastisch. 12,80 meter. Rambo. 12,86 meter. Dit is echt ver. Lekker hoor. Ik zit er los van. Ja. Bij anderen ging het ietsje minder. Ah. 8,5 meter. Nou, daar ben ik niet zo blij mee hoor. Nee. Yo. 6,95 meter. 7. Nee. Zitzak die is inmiddels stuk gegooid. Het klassement is gesloten en we hebben één winnaar. Kiel Scherpen. 14 meter 30. Hij is binnen. Ja, Kiel. Zo. Zo, kijk, het vliegt er gelijk uit. Er komen wat bolletjes uit. Ja, kijk dan. Ja, ja. Dit is wat je krijgt als je die zitzak 14 meter en 30 centimeter weggooit. Ja, dat was genoeg voor de overwinning. Dus, dat was het zeker. Maar denk je dat iemand jou nog had kunnen verslaan? Zo, wie was tweede ook? Kik, hè? Kik was tweede. Kik had 12 meter 86 en die dacht toen wel dat de overwinning binnen was toen hij hem gooide. Ja, kijk, daar gaat het vaak mis, hè? Je denkt dat je er al bent en dan, ja, dan kom ik nog even. Ja, wil je iets tegen Kik zeggen? Want hij vierde hem inderdaad alsof hij me had. Ja, dan heb je het standaard, hè? Niet te vroeg juichen, Kik. Ik moest nog. Ja, je ziet het. 14 meter 30. Sommigen wilden zelfs twee keer, ik zal geen namen noemen, omdat ze dan dachten, ja, ik wil toch bij die 14 meter in de buurt komen. Maar het was eigenlijk zo ver. Ja. Ik dacht iedere keer, nou, dat gaat nooit meer iemand verbreken. En dat was dus ook zo. Nee, gelukkig niet. Denk jij dat je hem nog een keer zo ver kunt weggooien? Ik hoop verder nu, dat zou nog mooi zijn. Dat maar, zou mooi zijn, we gaan sowieso voor 14:30. 14:30 sowieso. Wel bij gezegd, dames en heren, er staat een beetje wind. Er staat wind, ja. Maar we gooien met de wind mee. Nu gaan we met de wind meegooien. Nou, het is wel weer heel ver. Ja, even kijken. Ja, dit is alweer 10. Ja. Of precies. Oeh, kijk. Ja, het is serieus. Het is serieus. Nou ja, ietsje verder, maar het is bijna weer hetzelfde. 14 meter 35. Toch weer iets verder. Met wind wel. Maar, precies. Nou ja, terecht hoor. Verbroken weer. Terecht de winnaar van het zitzakwerpen. Dus ja, je mag hem mee naar huis nemen. Hij is wel... Zal mijn vriendin blij mee zijn? Hij is een beetje stuk. Waar gaan we hem neerzetten? Ja, midden in de woonkamer. Midden in de woonkamer. Dat ik elke dag even naar kan kijken. Je gooit hem elke dag even de woonkamer in. Ja, precies. Zo, als je elke dag even oefenen en dan komen we op een half jaar komen we weer terug. Precies. Kiel Scherpen, winnaar van het zitzakwerpen. Ik ga hem een mooi plekje geven. Heel goed. Dankjewel.